Dus ik en Lotte gaan dit even naar binnen brengen. We moeten nog 7 stalletjes doen. En dan zijn we klaar. Nu heb ik echt een probleem. Ik ga hem vangen. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag even een dagje meenemen. Ik ga zo meteen naar stal. Het is 31 december, dus het is oudjaarsavond. Ik denk dat jullie deze video morgen gaan zien, want ik denk dat ik vanmiddag wel wat tijd heb om dit even in elkaar te editen. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne feestdag hebben gehad en een goede jaarwisseling. Ik zie eruit alsof ik net in bed ben gerold. Dat ben ik ook. Ik ben best wel moe. Ik heb al 3 nachten eigenlijk vrij weinig geslapen, veel gedaan overdag. Maar wel, ja... Ik zie er niet heel best uit. Zo voel ik me ook niet. Maar ik ga zo meteen even naar Gronau. Want Klein is bij Bas. Die is gisteravond met April naar Bas gereden. Dus die gaat oud en nieuw in Alkmaar vieren. En volgens mij zijn we met 7 mensen op stal. Dus dat gaat best wel lekker snel. Ik ga vanochtend helpen. Omdat, ja, weet je. Alle extra personen dat schilderen dat werk. Dus ik ga zo even naar Gronau. Ik ga even mijn ontbijt maken en mijn hond uitlaten. Want ja, ik ben als eerst beneden vandaag. Dus dat moet ook gebeuren. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Dan rijd ik daarna nog even door naar mijn eigen paarden, want dan heb ik ook nog één. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit is mijn standaard hondenuitlaat als het. En hij is kapot. Dus je hoort mij echt goed aankomen als je in de buurt loopt. Want ja, nou dat is dit, dan komt ze weer aan. Ik ga alleen maar uitleggen hoe je je jas aandoet over een capuchon heen. Want ik heb nu hier dat mijn halve capuchon uitkomt en dan stik ik bijna. Want ja, dit is gewoon smal. Of het zit helemaal op mijn rug dubbel en echt zo irritant. Want soms ga ik ook weer mijn staljas aandoen, want het is super koud. En dan, oh. En dan denk ik van, nou, oké, zit mijn capuchon daar in de weg. En ik ben er nog niet achter hoe ik dat ding gewoon normaal aankrijg. Ik hoop dat jullie me een beetje gaan horen. Het waait gelukkig niet zo heel hard. Ik was gisteren een beetje bang voor. Nee, neem maar mee, doe maar. Gisteren... Er stond er best wel veel wind en dan weet ik gewoon dat als je gaat filmen dat je gewoon eigenlijk constant een soort van ruis hoort. En nu heb ik het idee dat het meevalt. Ja, misschien als ik dit straks terugluister dat ik echt denk van oh shit. Maar gewoon die, dat geluid op 400 en dan moet het goed komen. En neem me mee, kom maar. Mijn hond pakt altijd een stok of een bal. En het is echt verschrikkelijk. En er komen mensen aan, dus ik ben maar net thuis. Gelukkig. Dan kom ik. Eindelijk mijn ontbijt maken. Want ik heb best wel trek. Oh, mijn vogel. Echt waar. Zij begint altijd te krijsen als je aan het praten bent. Want ze wil aandacht. Maar normaal gaat ze er elke dag uit. Dus dat, aandacht krijgt ze wel genoeg. Maar vindt ze zo van niet, denk ik. In ieder geval, ik ga even krekkers maken met hagelslag. Eigenlijk hou ik helemaal niet zo erg van hagelslag. Ik vind het echt veel te zoet. Ik hou er niet zo van. Maar dus ik heb even een koekje meegenomen. Want ja, het is nou... Iets voor 9:30. Ik ben iets later dan normaal. Ik had mijn wekker wel op tijd gezet, daar niet van. Maar ik had moeite met uit bed komen. Ik had mijn wekker wel op tijd gezet. Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat ik hem moest uitlaten. Want ik dacht dat er al mensen beneden zouden zijn, maar dat was niet zo. Ja, dan heb ik gelijk de rest van de dieren verzorgd natuurlijk. Dus het was al iets later. Dus ik ga zo meteen in de auto en dan ben ik denk ik rond 10 uur op stal. Dus ik denk dat ze dan misschien net hebben gevoerd dat ik gewoon met de rest kan helpen. Van de week waren we trouwens echt super snel klaar. Echt binnen 1,5 uur hadden we gemest, opgestrooid en gehooid binnen. Het was echt niet normaal. Het ging echt top. Het was wel ongelooflijk. En volgens mij zijn we vanochtend, of in ieder geval vandaag, ik weet niet hoe laat iedereen er precies is. Ik weet dat Lotte komt, ik weet dat Laura komt en dat Moes komt. Chloe is er, Fem is er en Emma is er volgens mij ook. Maar dan zijn we ze achter, want er zou nog iemand komen. Oh, en Tesk is ook in de ochtend, maar die gaat ongeveer net zo laat naar huis als ik. Laat even in de reacties weten hoe jullie oud en nieuw gaan vieren. Ik ben eigenlijk best wel heel benieuwd. Mijn oom en tante komen vanavond. Nou ja, dat is de hele familie, dus nou ja, klaar. Nou, ik en Lotte. We zijn aan het hooien, we zijn eigenlijk al bijna klaar. Ik ben gewoon vergeten om te filmen, maar dit is onze derde kruiwagen. En dan als het goed is, zijn alle stallen zo klaar. Chloe is hier haar rommel aan het opruimen. Want die heeft er echt een bende van gemaakt, is niet normaal. En daar zijn Noes en Teske en Emma. Die zijn aan het mesten. In ieder geval Emma. Want de rest doet week eigenlijk niet. De paardjes staan buiten. De shetlanders staan hier. Die hebben ook allemaal lekker hooi. De shetwaai is al gedaan. Daar zit hooi in. Hier zit hooi in.
De kruiwagen is kapot, dus we moeten even wachten tot de kruiwagen leeg is om dat weg te halen. Maar dat is al wel klaar en dan gaat er weer nieuw stro in. Dat hornet zit vol. En ja, volgens mij staat er vandaag niet zoveel op de planning. De helft is al gedaan. Ja, nou ik ga in ieder geval ook wat eerder naar huis. Ik weet niet tot hoe laat de rest blijft. Dus ik en Lotte gaan dit even naar binnen brengen. We moeten nog 7 stalletjes doen. En dan zijn we klaar. En dan ja, weet ik niet wat we gaan doen. Oh ja, ik moest nog eventjes een foto maken van Quinn voor Carlijn. Voor een update verhaaltje. Dus dat ga ik nog even doen. Want met Quinn gaat het super goed. Toppie. Nou, de paardjes staan nog lekker buiten. Het is inmiddels 1:15 en iedereen gaat even eten. En Quinn staat nu ook buiten. Daar heb je er wel. Quinn was van de week namelijk 3 keer ontsnapt uit het veld en toen liep ze dus over het terrein. Want ze was onder het draad doorgegaan. Toen hebben we haar maar in de bak gezet. En het gaat echt super goed. Ze staat nog wel steeds met Londen, maar ja, die kent ze natuurlijk. En Black Pearl staat er ook vaak bij, maar die staat nou daarachter in de bak te chillen. Het gaat steeds beter. We halen eigenlijk de paarden 1 voor 1 naar binnen, want we spuiten nu ook de benen af. Dus ja, we laten Quinn dan meelopen met de laatste die overblijft. Vaak is dat Londen en dan nemen we Londen gewoon mee en dan loopt Quinn wel achteraan. Dus op die manier doen we het nu, maar het gaat echt wel super goed. We kunnen haar nu gewoon pakken. En als het goed is komt er een update, foto, video, verhaaltje over Quinn, want het gaat echt heel goed. We hoeven niet meer met lijnen te werken of 1/2 uur, 1 uur bezig te zijn om haar te pakken. Het gaat echt gewoon de stal in, rustig zijn en dan gaat het eigenlijk super goed. Dus ik denk dat daar nog wel eerdaags een update van komt op Insta of op Facebook of allebei. We moeten nu trouwens buiten eten, want onze keuken wordt verbouwd. Of eigenlijk, onze keuken was kapot en verrot, dus er komt een nieuwe in. Dus we moeten nu elke keer buiten eten, ook de waterkoker et cetera staat buiten. Dus dat is best wel kloten, maar ja, het kan echt niet anders. Deze van de bakery. Oh, heerlijk. Daar kan ik van genieten. Met krenten. Nou, dit is de planning voor vandaag. Chloe gaat even op en Johnny rijden. Nu gaat op Jean stappen en een klein drankje doen. Lot gaat op Ivo, Laura gaat op Verania. Ik ben echt benieuwd wat ze ervan vindt. Want ik vind Verania heel leuk, maar ze heeft een beetje de twijfels. Emma gaat Londen ja, een beetje zitten hangen, King rijden en op karamel hangen. En dan worden er nog 3 paarden gemangeerd. En de kussens zijn eigenlijk al bijna klaar. Nou, dit is het eigenlijk nog en dan moeten we nu nog even de bak doen en bladblaas, et cetera. Maar de rest is al klaar. De paarden staan alweer binnen, we hebben ze net naar binnen gezet. Op zich ging het allemaal best wel heel goed. En ja, we hebben de hooinetjes allemaal best wel vol gevuld. Ik proef toevallig zo'n hooinet. Nou, daar zit wel geen reden wat in. Hoi Maisie. Hier het hooinetje van een flesje. Van Royal, het zit allemaal lekker vol. Het is allemaal goed opgestrooid. Zo. En Boemi staat natuurlijk nog binnen omdat hij nog boksrust heeft. Dus hij wordt wel een paar keer per dag gewandeld. Maar anders gaat hij te gek doen. Maar zodra het weer beter gaat, kan hij weer lekker naar de zomer rijden. Ik ga nu zo naar huis. Ja, ik ga zelf even naar stal. En dan zal ik jullie nog eventjes de beelden laten zien van hoe de paddockpoedrijs er in de zomer uitziet. En dan ga ik daarna door naar huis. En even douchen en nog even verder met oliebollen bakken. Nou, ik heb Lotte even hier afgezet, want die gaat King en Karamel de beentjes scheren. Ja, dit is wel een hele flinke 30 meter wat je moet.
Nou, ik ben inmiddels op stal. Ik had hem net in de grono een beetje abrupt afgesloten, maar ik ben inmiddels bij mijn eigen paardjes. Ik moet kijken, namelijk even antibiotica geven. Een beetje te veel water toegevoegd. Normaal zit hij op 20 ongeveer en hij zit dan op 35. Op zich maakt dat niet zoveel uit. Maar hij ziet me aankomen, hij vindt het niet zo leuk. Kijk, staat hier. En Jago staat erachter. Daar zo. Dus die ga ik zo meteen ook nog even ophalen. Maar die hoeft natuurlijk geen antibiotica, maar ik heb gewoon wat brokjes mee. En ja, zoals jullie misschien horen, zijn ze hier in de buurt best wel bezig met kabisschieten. Ja, dat was natuurlijk te verwachten. En nou ja, ze reageren er eigenlijk helemaal niet op. Ze staan hier gewoon lekker rustig te eten. En ze blijven ook gewoon buiten vannacht. Nou ja, dat is, ze hebben een schuilstal en ze staan natuurlijk 24/7 buiten. Een aantal zijn helemaal niet gewend om op stal te staan. Om ze nou uit hun vertrouwde omgeving weg te halen. Met iets wat ze eng vinden, dat zou nog meer problemen opleveren. Dus ik geef Krijs een antibiotica geven. Hij wil niet. En kijk of hij daar nog wat brok... Oh, nu heb ik een probleem. Nu heb ik echt een probleem. Ik ga hem vangen. Oké, nou, ik heb Krijs zijn ding even ingespoten. Hij was weggelopen, zoals jullie zagen. Gelukkig niet heel ver weg. Maar ik zag dat hij een beetje een dik been had. Ik heb even gevoeld en het is ook wel iets warm. Dus ik ga nu even het halsje ophalen. Ik ga hem even uithalen en even zijn been koelen. En dan de koelingszuiver even opsmeren. Er is natuurlijk best wel veel modder, dus het is logisch dat het best wel zwaar is. Maar dit lijkt wel iets meer dan gewoon dat het overbelast is. Dus ik ga even zo'n beetje koelen met gewoon het water. En dan even koelingsgel opsmeren en dan kan hij daarna weer naar buiten. Jago, die ga ik daarna even doen, want ja, die stond toch verder weg. Oké, ik ga nu even via de andere kant. Dan moet ik door de modder, maar dit is wel zo'n stukje korter. Anders moet ik weer omlopen. Oh, nou wordt mijn hoofd overbelicht. Dus ik ga even door de modder barrieren, dus ik ga jullie even wegdoen, want ik ben echt bang dat ik ga vallen. Gelukkig zijn er alweer een paar stukjes droog. Dus hier kan ik gewoon lopen. Dat scheelt. In ieder geval op de rand. Maar ik zou dus even laten zien waar ik dus nu ben en waar ik heen moet. Ik ben hier. En ik sta daar. En ik moet hier langs heen. Dus hier kan ik droog lopen. Als ik een beetje oplet. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Alhoewel, het is echt een stukje droger. De achterkant is gelukkig ook alweer droog. Maar zoals ik in de vorige video zei... Er staan eigenlijk de voerbakken aan de voorkant, omdat het gewoon met de shovel makkelijker is bij de ingangen. Dus aan de achterkant van de paddock komen ze eigenlijk niet, maar daar is het nu best wel droog weer. Ik was best wel verbaasd. Hier valt het ook weer mee. Dan heb ik een paar passen in het water en dan loop ik weer gewoon droog. Nou, ik ben bijna weer bij Krek. Ik hoop dat hij niet weer wegloopt. Hij zal wel denken, komt dat kind weer aan met die spuit. Maar die heb ik nou niet mee. Dus ik ga eventjes Krek meenemen, zijn beentjes koelen en hem koelingsje al doen. Ik zou dus soms ook even zijn beentjes laten zien. Dan kunnen jullie wel zien wat ik bedoel met dat het wat dik is. Dus ja, dat gaan we even doen. En Jago staat daar. Daar zo. Maar nu staat lekker te eten. Met zijn vriendinnetjes. En die haal ik zo meteen nog even eruit. En als je dit gebied wil horen. Dan gaan een paar knallen best wel hard. Maar ja, hij reageert daar eigenlijk helemaal niet op. Wat doe je? Gelukkig moet ik nog douchen, want... Wat ben je aan het doen? Nou, ik heb ze voorbij net eventjes ongeveer een kwartiertje gekoeld. En nou ja, zoals jullie zien reageert hij niet heel heftig. Hij vond het net binnen wel wat enger, maar ja, dan ziet hij zijn eigen paarden natuurlijk niet. En dat het daarmee te maken heeft. Hij wil wel graag weer terug, maar het is niet dat hij echt in paniek raakt of zo. Maar als ze binnen staan, ik stond net binnen op de poesplaats, dan hoort hij natuurlijk alleen maar wat. Maar dan kan hij verder niet zien dat het niet in de buurt is. Dus hij is hier wel een stuk relaxter. Ik zal even kijken of ik zo meteen zijn been nog even kan filmen voordat hij erbij op gaat. Want dan is het vies, dan zie ik het niet zo best meer. Zijn reflexen staan echt op 100 vandaag. Dat weet ik wel, dat heeft hij normaal ook altijd. Maar eerder waar we stonden, daar staken ze heel veel vuurwerk af in de buurt. Maar dan stond hij natuurlijk op stal. Maar hij kon het wel allemaal zien. Dus dat vinden ze vaak nog enger dan het horen. Want hij doet er eigenlijk helemaal niks op. Net staken ze even wat siervuurwerk af. Tenminste, dat hoorde ik. En ik denk dat hij het door het raampje zag van de poetsplaats. En daar schrikken ze van, omdat ze dan het uit elkaar zien knappen. Het boeit hem niet zo heel veel, hij kent het ook wel. Maar ja, het is natuurlijk altijd wel even... Oudjesavond is wel even een dingetje. Hier, nou ja, valt het op zich nog wel mee. Hier zie je er niet zo heel veel aan. Maar het is aan de binnenkant. Hier kun je wel heel goed zien dat er eigenlijk niet echt meer een pees zichtbaar is. Omdat het er allemaal vocht zit. Het heeft hij hier dus wel. Hier zie je gewoon zijn peesjes allemaal lopen. Dat zie je daar niet. Dus het is een beetje dik. Het was net ook best wel warm. Maar ik heb het gekoeld en dan koelt natuurlijk de huid ook wel af. Het heeft wel iets geholpen, heb ik het idee. En ik denk, ik ga nu maar even een klein stukje met hem lopen. Want hij loopt niet slecht. Maar hij staat natuurlijk ook nog steeds op pijnstillers voor zijn andere been. Dus dat kan ook natuurlijk wel helpen dat hij dus geen last heeft. Maar ja, het viel me even op dat hij best wel dik was. Niet extreem dik. Maar toch wel redelijk. Nou, ik heb Jago ook even opgehaald. Kijk, die staat nog steeds te loeren daar.
Maar ik heb gisteren Jouke zijn achterbeentje opgeschoren. En zijn voorbeentje ook, nou ja, wat ik al nog niet gedaan had. Ik had de voorste stukken zeg maar al wel gedaan en achter ook zo goed als. Maar ik heb besloten achter toch iets hoger tot over de kogel te scheren. Hij heeft namelijk een beetje dikke achterbenen steeds. En het is niet per se super warm, maar er zit wel heel veel vocht. En het is vooral dus gewoon dik. En nou, gisteren wou een stalgenootje me even helpen. Want ik had het van de week geprobeerd met mijn moeder, maar toen was hij niet heel braaf. Dus we hebben het gisteren op een andere manier gedaan door hem niet vast te zetten, maar dat mijn stalgenootje hem vasthield. Het ging wel een stuk beter. Dus nou, het is in ieder geval allemaal deels af, dus ik ga het zo even afspuiten. Ik denk namelijk, omdat er wat meer paarden er last van hebben, dat het gewoon is omdat ze heel veel stilstaan. En ja, dat het door de modder een beetje overbelast is. En dat daardoor eigenlijk... Nou... Dat is normaal! Hé! Hey. Oh, oh, oh. Jack heeft helemaal hele droge benen, dus er zit echt nooit vocht in. En je ziet dan wel dat eigenlijk het hele achterbeen... Ja, dit is voor hem zijn doende best wel dik. Normaal kun je echt wel de pezen gewoon echt tellen, zeg maar. Dus er zit best wel wat vocht in. En ik vind het vooral dat je het goed kunt zien zo aan de voorkant. Dan is gewoon die onderkant best wel dik. Normaal heeft hij dat niet. Is het zo voor sommigen misschien meevallen omdat ze ja, misschien paarden gewend zijn die wat dikkere benen hebben. Of gewoon wat bredere benen van zichzelf. Maar zoals nu dat de overloop van de kogel naar de hoef, dat er bijna geen verschil in zit. Dat is bij hem wel zeg maar ongekend. Dat heeft hij normaal echt wel heel duidelijk. Dus dan ga ik gewoon eventjes de spuit opzetten dat het gewoon even koelt. Want ja, er valt nu niet zo heel veel aan te doen met al die modder. En ik gok dat het daarvan komt. Maar ik ga hem van de week ook weer gewoon oppakken. Dat hij nu dat met zijn kies weer helemaal goed is. Dus dan denk ik dat het beter wordt. Want ik heb wel het idee dat het na lopen zeg maar minder wordt. Zodat dus ja, een beetje vochtophoping is zoals paarden 's winters wel eens stalbenen krijgen. Ik denk dat dat een beetje, dat hij daar een beetje last van heeft. Het is namelijk ook niet heel heet en hij loopt ook niet slecht. Hij heeft ook geen pijn aan als ik erin knijp of zo. Ik wou trouwens nog even toevoegen aan Jaco zijn beentjes. Dat ik er nu nog geen dierenarts bij hou omdat hij er niet zichtbaar of duidelijk last van heeft. Het is dik, maar dat is eigenlijk het enige. Hij loopt prima, hij rent nog gewoon. En ja, hij geeft er ook geen pijn aan als ik er zeg maar aan zit. Mocht dat veranderen, dan had ik natuurlijk even de dierenarts erbij om naar te kijken. Maar ik denk dat ik weet waar het van komt, aangezien er heel veel paarden last van hebben, zoals ik zei. Dus we gaan eerst even kijken of het beter wordt met koelen en stappen en straks weer wat gaan doen. Zolang die natuurlijk goed loopt en gewoon in stap. En mocht dat dus niet zo zijn, dan komt er natuurlijk een dierenarts bij. Maar dat lijkt me in dit geval niet helemaal nodig. Dus we wachten het even af. Ik denk dat ik de vlog ook maar vast afsluit. Ik ga er namelijk niet vanuit dat er nog echt wat spannends gebeurt of zo. Maar mocht dat wel zo zijn, dan zal ik dat nog even vermelden. Maar ik ga even Jacob doen en dan ga ik zo meteen ook lekker naar huis. Dus in ieder geval super bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg!